deze nieuwsuitzending, die is lekker rustig. Hij gaat over christendom voor domoren. Christendom voor dummies. Christianity voor dummies. Een soort inleiding door het christendom. Oftewel, het geloof. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat het christendom het geloof is, tot nu toe. Dat kan je vervelend vinden, dat kan je saai vinden, dat kun je van alles van vinden. Dat kan je ook geen donder interesseren. Dat is allemaal mogelijk. De waarheid is dat het christendom tot nu toe het geloof is. Neem maar rustig je tijd hoor. Kijk, dood ga je toch. Je kan net zo goed de tijd tot aan je dood gebruiken om te begrijpen waarom het christendom het geloof is. Ik pak eerst even de makkelijke weg. Die is van Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle. En die heeft gestated. Geintje. Die heeft gezegd. He stated. Als je het onmogelijke buiten beschouwing laat, dat wat overblijft is de waarheid. Nou, laten we eens even op een rijtje zetten. Wat hebben we tot nu aan toe voor boeken? En dan niet beginnen over 50 tinten grijs en l'histoire d'eau, dat ik beter geschreven vind dan 50 tinten grijs. Als je dan toch geile porno wil lezen, dan L'Histoire d'eau van, hoe heet ze ook alweer? Reage, Pauline Reage. Goeie opening, ja, L'Histoire d'eau vind ik te doen. 50 tinten grijs, het lijkt... Ja, sorry dat ik godverdomme wilde zeggen, maar het lijkt gatverzakjes wel The Lord of the Rings, maar dan een stuk saaier en nog slechter geschreven. Dus dat soort boeken laten we buiten wegen of achterwegen. Wat hou je dan over? Ja, nee, hou je over de Tao Te Ching. Ja, dus in de Tao Te Ching staat: pas op voor tijden, nee, in tijden waarin mensen zoals Bill Gates de Third aan liefdadigheid loopt te doen. Dat zijn tijden om je hart vast te houden. Nee, hij had het niet over Bill Gates de Third of William B. Gates. De Third. Nee. Daar had Lao Tse het niet over. Maar wel over dat fenomeen. Dat is een goede samenvatting van Lao Tse. Nou, wat heb je nog meer? De werken van Confucius. Confucius zegt: een koning heeft een rol te vervullen. En die behelst A, B, C, D, E. En de koning is een scheidsrechter. En meespelen als scheidsrechter, dat mag niet, nee.
Daar heeft Confucius gelijk in. En heb je Boeddha. En die zegt: als je niks van het leven verwacht, raak je minder snel teleurgesteld. Nee, Boeddha gelijk in. Dat is goed niet. Nu hebben we de Oosterse filosofie op een rijtje gezet. Oh, je hebt nog de Veda's. Maar daar weet ik niet zoveel van. Arthur Schopenhauer, die weet er wel wat van. Arthur Schopenhauer, die heeft gezegd dat de Veda's zijn als een rotsmuur, waar critici met watjes tegenaan gooien. Van die bollige pluisjes. Als Arthur Schopenhauer dat vindt, dan is dat zo. Een keiharde waarheid. En waarheid is. Dat is het hele punt. Ja, maar wat is de waarheid dan? Hoe was jouw jeugd? Geinig? Vraagteken. Ik ken zo iemand, die heet Wim. Het is niet Wim Kruidentuin, maar Wim Organist. En die heeft van die lieve ouders. Ze heel tevreden over zijn jeugd. Is het dat? Nee, de waarheid. Daar gaat het om. Ja, de waarheid is dat je precies weet wat er gebeurd is. En jij noemt sommige dingen paars en een andere noemt die dingen lila. Dan zeg je, hey man, ja, ik noem het paars. Ja, zei die andere, ik noem het lila. Ja, maar dan wel donkere lila. Oké, dan vind ik het ook goed. De waarheid is het issende. Of het interesseert je allemaal helemaal niks. Kan ook. Hey, je wordt als mens geboren. En als jij, toen jij geboren was. Of als je geboren was. Dat kan je ook zeggen in een bepaald dialect. Hè? Als je geboren was. Toen je geboren was. Dan was je een eikel. Mijn dochter, die heeft over mijn toetsenbord heen gepist. Ja. Ik heb het haar vergeven, hoor. Maar wel, ja, gelukkig was dat een, niet zo'n, het was geen USB, het was, wat heette, Apple Bus of zo. Ja, zoiets. Apple Bus. Iets met RS 323 of zo. Of 422. Toetsenbord onder de warme kraan. Al die urine van mijn dochter eruit gespoeld. Ja, en dan maar even niet programmeren. Nee. Nee, dat gaat dan even niet. Hè? Nee, je dochter heeft over je toetsenbord heen gepist.
Toen was ze, kon ze nog niet eens lopen. Moet ze tegenwoordig niet doen. Als ze dat nu gaat doen, punt 1, ik heb een laptop. Ik heb het over de waarheid, hè? Ik heb namelijk een laptop. Als ze nu over mijn toetsenbord heen gaat pissen. Ja, die tijd is hopelijk voorbij. Nee, natuurlijk is die voorbij. Ze woont in Nijmegen. Ze kan behoorlijk pissig zijn, maar vanuit Nijmegen helemaal hier in Arnhem over mijn toetsenbord heen te pissen. Dat lukt er ook niet. De waarheid is, het is er nou. Dit is zo'n filosofisch raadsel van als er een boom omvalt in een bos en niemand neemt dat waar, is die boom dan omgevallen in het bos? Dat is een moeilijke. Denk er even over na. Een hele leuke hoor. Een soort, net als kauwgum. Zo'n uitspraak kan je lekker lang over kauwen. Je komt er niet uit, by the way. No way. Want om te weten of er een boom omgevallen is in het bos, ja of nee, moet die gebeurtenis waargenomen zijn. Stel je vraagt op een hele leuke, een nieuwjaarsdag, de hele familie bij elkaar, allemaal zo gezellig. En dan zeg je, is tante Gerda gaan wipperen met oom Herman, terwijl dat geen huwelijk is, hè? Ja of nee? En dan de een zegt van, tante Gerda heeft dat gedaan met oom Herman. En die ander zegt, nee, tante Gerda heeft het niet gedaan. Ja, de vraag was je erbij? Heb je het waargenomen? Heb je het niet waargenomen? Hoezo is het gebeurd? En trouwens, hoe durf je zo'n vraag te stellen op een nieuwjaarsdag? Of verdien jij een kiloknaller die overgebleven is van oudjaarsavond in jouw heerlijke roze anus? En die steken we aan en dan lachen je. Kaboom. En je mag niet zomaar van alles vragen. Bijvoorbeeld. Dat is waar. Aristoteles, dat was de leraar van Alexander de Grote. Nou, look it even up, is geschiedenis. Vind je vast hartstikke saai. Alexander de Grote. Aristoteles is geboren in 386 voor onze jaartelling. En nu spreek ik mij heel erg politiek correct uit, hè. Oké, kijk eens. Ik ga het slappe lach. Sorry. Het is zo simpel, snap je? Onze jaartelling. Dat is. Wij noemen dat ook wel. Dus Aristoteles is geboren 386 jaar. Voordat Christus Jezus werd geboren. Voor onze jaartelling. Dus onze jaartelling is vastgesteld met de geboorte van Christus Jezus. Don't panic. Oud nieuws. Iedereen terug in zijn stoelen. Allemaal terug in de stoelen.
Dus christendom voor dummies. Terug naar Aristoteles. En wou ik er ook over kwijt. Dat is een bijzondere man hoor, Aristoteles. Hij was de leraar van Alexander de Grote. En een leerling van Plato. Plato was een aristocrato. Ja, Aristoteles ook. En Plato, dat was een rijke luisjongetje. Ooit. En die liep achter Socrates aan. Een Socrates. Ik weet het niet. Wat vind jij van Socrates? Van Socrates kan je onthouden dat kennis niets meer is dan herinnering. Dus niet herinnering, maar herinnering. Opnieuw van binnenuit. Dat is kennis. Dat vind ik goed. Dat vind ik een goede uitspraak van Socrates. Nou, Socrates die kreeg heisa met het gemeentebestuur van Athene. En toen werd hem de keuze geboden van... er werd hem geen keuze geboden. Er werd hem gezegd, jij moet je bek houden. De manier waarop jij loopt te lullen, daar zijn wij helemaal klaar mee. En op twee manieren kan jij je bek houden. En de ene manier is dat je een gifbeker drinkt. Dolle kervel. En de andere manier is dat je oprot. Ja, Griekenland, dat sterft van de eilanden. Er is wel ergens een eiland met geitenvlees en fris water. Sodomiet erop, stomme Socrates. En Socrates heeft dan volgens de mythe, dat weten we ook niet zeker, de gifbeker gedronken met dolle kervel. Of dat nou zo giftig is, is maar de vraag hoor. Nee, voor de rest het verhaal van Socrates. Belachelijk. Ja, letterlijk. Idioot. En Plato vind ik helemaal niks. Plato heeft dan beschreven hoe een samenleving eruit moet zien. Namelijk, je moet mensen in het donker stoppen. En allemaal dezelfde kant op laten kijken naar beelden die jij creëert. En dan mag je bang zijn dat er dan een van de mensen is die erachter komt dat hij in het donker is opgesloten. En dat iedereen zit te kijken naar beelden en niet naar elkaar. En die ene mens die gaat dan naar de andere mens kijken en die denkt, hey, gadverzakkie, we zitten in het donker en we kijken naar beelden en niet naar elkaar. En dat Plato zegt, van, nou, in dat geval wordt die ene, want het is toch een enkeling, die wordt afgemaakt door de rest. Die zeggen, hou je bek, we kijken tv, hou je snuiter. Nou, zo is het momenteel. Laten we eerlijk zijn. Iedereen kijkt tv. En niet naar elkaar.
En de mensen die uit de band springen, die krijgen een kritiek, jongen. Die worden geshunt. Ja, dat zei Plato. Dat het zo was. Ja, in die zin is Plato een profeet. Net als Carol Quigley. Ken je die? Carol Quigley? Die leraar van Bill Clinton. Die jezuïet, zoals zoiets. Ridder van Malta. Die heeft dat boek geschreven, Tragedie en Hoop. Dat is niet in het Nederlands vertaald. Maar je wil het ook niet weten. Het is vrij simpel hoor, wat Carol Quigley zegt. Dat is in de jaren 90, hè? Geschreven. Van de vorige eeuw natuurlijk. Oh nee, niet natuurlijk, maar van de vorige eeuw. Het komt hierop neer. Je hebt een superklasse. En je hebt een gepeupel. En de hoop is dat de superklasse overleeft. Dat is hoop. De tragedie is voor de rest, zonder meer. Ja, denk er even over na. Het klopt hoor. Het klopt. Het klopt. Dat is waar. Vanuit hun perspectief. En daarom hou ik ook niet van Plato. Ik vind het belachelijk. En Aristoteles, die kan ik ook heel kort samenvatten. Die, wat ik goed vind, hè. Aan Ari, oom Ari. Is dat Aristoteles heeft gezegd. Anima est quodam modo omnia. Dat is Latijn. Het heeft Aristoteles niet gezegd in het Latijn, maar Aristoteles was heel lang de filosoof, heette die. De filosoof. Dus hij werd niet genoemd Aristoteles. Nee, hij heette de filosoof. Het was de filosoof van de Romeinse kerk. En als jij in die dagen, heb ik het over, jaren 1200 of zo. In die dagen van Sieger van Brabant. Ook nog die Thomas van Aquino. Middeleeuwse filosofie heet dat. Nou, dan mocht je een kritiek schrijven. Een beschouwing maken op de werken van de filosoof van Aristoteles. Maar die werden hoe moet ik dat zeggen? Ja, je moest dat eerst inleveren. En er kwamen regels vanuit Rome. Want nou, dit mag niet, en dat mag niet, en zus mag niet, en dat mag ook niet. Interesseert mij geen kut meer. Die tijden zijn voorbij. Maar Aristoteles heeft gezegd. Dat vind ik erg. Dat vind ik, respect voor alles wat correct is. Hè? Socrates heeft gezegd. Dat kennis is een herinnering. Uh,
de mensen die het beste herinneren, die hebben de meeste kennis. Opnieuw innerlijk maken. Dat is Socrates. Nou, Aristoteles, die zei een hele goede over gezondheidskunst. De arts. Aristoteles zei, als een patiënt naar een arts gaat, dan wil die beter worden. Hij is ziek, hij is ziek. Die gaat naar een arts omdat hij beter wil worden. Nou, die arts, die krijgt een patiënt. Die patiënt, die wil beter worden. Die arts moet de wil in dat lichaam, die mens die wil beter worden, volg me even, dit is Aristoteles, dit is niet makkelijk. Die mens wil beter worden en zijn lichaam wil ziek zijn. Want ja, als je lichaam niet ziek, daar zit het venijn. Aristoteles zei, het enige wat een arts hoeft te doen, dat is de wil tot ziek zijn op te heffen. Dat geloof ik ook, hoor. Je moet niet langer ziek willen zijn. Daarom werkt homeopathie. Ja, we hebben het over christendom voor dummies. Maar daarom werkt homeopathie. Want hoe werkt homeopathie, dacht jij? Als jij naar de allopathische gezondheidsmusea gaat om bijgelegd te worden. Je gaat naar de huisarts. Hè? Maar die huisarts, die zit op de klok te kijken. En die zit een beetje een scan te maken van jou. En dan de DSM 93 erbij. Van oké, dan krijgt u. Dan krijg je een bonnetje mee. En dan kan je pillen gaan slikken. Heb je ooit gehoord van het sprookje? Dat schijnt nooit gebeurd te zijn, hoor. Vanwege al die holocaustontkenners. Maar dat sprookje van Auschwitz. Met dokter Mengele. Kijk, een homeopathisch consult. Dan praat je over 3 kwartier. A, een uur. Ja. De aandachtspannen van een. Dan moet je wel een beetje opererend zijn qua brein. Maar je hebt ongeveer 3 kwartier, A, een uur, en dan is het afgelopen. En zo lang moet je bij de dokter zitten. En Hahnemann, die Duitser, ja, helaas weer een Duitser. Al die Fransozen weer jaloers, maar dan hadden ze me niet zo stom moeten ouwehoeren. Bah oui, bah non, oulala, c'est la matrok qui passe, putain. Maar Hahnemann heeft er een goed boek over geschreven. De vragen te stellen. En slaat het ergens op? Nee, het slaat helemaal nergens op. Kom hier naar mij. Dat is de kracht.
De homeopaat, die is empathisch met jou. En Hahnemann, dat leidt de homeopaat door een bos van vragen heen. Een bos van bomen, en iedere boom is een vraag. Hè? Van boom naar boom. Oh, je wordt 's morgens op je linkerkant wakker. Oh nee, ik heb gelijk de volgende vraag. Dan mag je 3 kwartier ouwe hoeren. Door Wim Kruidentuin is homeopaat. En die heeft mij afgeholpen van een hele zware RSI-aanval. En als ik het heb... Nee, ik bedoel serieus zwaar. Ik liep met een mitella. Mijn rechterdeel was helemaal... Afrekenen in de supermarkt was pijnlijk. Want je hebt 2 handen nodig om af te rekenen. Je moet je portemonnee open doen. En, ja. Zo. En Wim kon het niet langer aanzien. En die zei, ik kom bij je langs. Nou, dat was een consult van... 2,5 uur of zo, 3 uur. Maar er was ook bier bij en hash. En daarna nog een eindje lopen. En ik had dan, weet ik veel wat, dinges C30 nodig. En dat is dan verboden hier in Nederland. Dat mag je niet verkopen. Maar de volgende ochtend heb ik Wim gebeld en gezegd, dankjewel. En Wim zo van, ja, maar ik moet het nog bestellen. Ik zeg, nee. Mijn schouder doet het weer. De pijn is voorbij. Rara, hoe kan dat? Nou, dat kan dus. Wim heeft mijn wil tot ziek zijn. De wil van mijn lichaam. Mijn lichamelijke wil. Opgeheven. Goede vragen stellen. Jij bent de baas van je lichaam. Dat zijn dingen. Even terug naar die. We hadden over Hahnemann, Aristoteles. Het christendom. Dat is. Van de Bijbel. Iets anders niet. Je hebt nog de buiten de Bijbel heb je de apocryfen. Dat waren geschriften die in het in 324 bij het concilie van Nicea. Zo, toen waren die er al, maar die zijn buitengesloten. Het boek van Enoch hoort daarbij. Helemaal geen, dat is geen lelijk boek. In het boek van Enoch, daar staat zoiets als... Er was een bos en alle bomen lieten de bladeren vallen in de winter. 1 boom behield de bladeren en werd de grootste of zo. Niet lelen. Maar is apocrief.
Er zit wel wat in, maar... Ja, je moet een grens trekken. Die is toen getrokken. In het jaar 324, 25, zeg maar. Dat was apocrief. En besef dat die mensen in die dagen, bij het concilie van Nicea, dat die waren bezig met geschriften, die waren meer dan 1000 jaar oud. Er zijn mensen die zeggen dat er geschriften bij zaten van wel 3000 jaar oud. 3 millennia. Dat is geen grapje. Je kan wel lekker hollen naar de boekhandel voor de uitverkoopprijs van de Ex Libris boek van vorig jaar of zo. Dat is ook leuk. Of de Volkskrant van gisteren. Maar in die dagen van het concilie van Nicea waren ze bezig met geschriften van 1000 jaren oud. En jij dient daar respect voor te hebben. Als je waardig wil zijn. En een Bijbel, dat kost je helemaal niks. Dus daar moet je niet over zeiken. Dus als jij in één e-mail naar de protestantse gemeente Arnhem of zo. En dan zeg je van, ik wil zo graag een statenbetaling. En ik heb geen geld. Ja, daar heb je er gelijk heen. Een 1637, netjes in het Nederlands. Of een King James. En dan moet je niet over zeuren. Die tekst, daar heb je toegang toe. Ja, de gezeik met die feministen, want wij worden onderdrukt en daarom kunnen wij niet werken. Nou, feministen worden helemaal niet onderdrukt. Dat zijn kut homo's. Sorry dat ik homo zei. Ik heb wel lekker gezegd. Sorry dat ik kut zei. En wij, kijk, de Bijbel, daar heb jij gratis toegang toe. Ja. Onder deze uitzending, daar staat de Statenvertaling en de King James. Klik, klik. That's it. Op de King James kost je hier bij boekhandel De Fakkel €8,95. Ha 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 ha. Ik heb er zelfs eentje gekocht voor €7,95. Die was verkeerd gestickerd. Ik zei ook tegen die dame achter de kassa, want die prijs klopt niet. Dat is een euro te weinig. En die vrouw zou controleren in de computer. Oh, u heeft gelijk. Ik zo, nou, je mag jij zeggen hoor. We wonen hier in Nederland, niet in België. Oh ja, jij hebt gelijk. Maar ik moet hem afrekenen voor €7,95, want zo is hij gestickerd. Ja. Nou, oké, dan maar. Ik vind wel dat de boekhandel De Fakkel nog een euro van mij te goed heeft. Ja. Het boek is dus erg oud. Dat zegt op zich niks. Dat weet ik al.
Neem een film als The Matrix. Daar is ook jaren aan gewerkt. Maar daar kan ik tegen inbrengen dat aan de Bijbel heel wat meer jaren is gewerkt. Niet continu, maar steeds was er weer wat gebeurd. Wat hebben we nou weer aan de hand? En dan weer een stukje erbij. Nou, en toen kwam de klapper op de vuurpijl met Christus Jezus. En dan kan je zeggen van, ja, maar heeft hij wel geleefd? En ik heb geen YouTube-film. En wat was zijn BSN-nummer? Ja, dat is allemaal mythologisch. Dus er is helemaal geen bewijs. Ja, punt. Maar wat was het wel? Nou, in het kort. Genesis 1. In den beginne schiep God het niets. Hemel en aarde. En het ging in tempi. In stappen. En bij de zesde stap. De zesde dag, mag je zeggen. Bij de zesde stap kwam de mens naar zijn evenbeeld. En dat was Adam. En Adam wilde zo graag wijven neuken. Nu doe ik een beetje een ruwe uitspraak, hè? Laten het Oude Testament even daar. Joh. Het liep niet goed af. Dus Adam was niet gelijk God. Want Adam wilde wijven neuken. Kain heeft zijn broer vermoord. En gelukkig gaat het in de rest van het Oude Testament ook heel erg kut en klauter. Een uitzichtloze toestand. Dat was de consensus. Dat waren die geschriften. In het Hebreeuws en Aramees. En toen kwam Christus. De levenswandel van hem, het mysterieus, dat moet God zelf geweest zijn. De verhalen spreken ervan. En dat was een hoop. Ja, hij heeft gewandeld over water. Lees dat hele verhaal even. Er is geen YouTube-film van het feit dat Jezus over water heeft gewandeld. Wat jij dient te accepteren, is dat opgeschreven is.
De Zoon van God, heet hij. Christus Jezus. Het is opgeschreven. Dan kan je zeggen van ja, maar die katholieken, die hebben onze vrouwen verkracht. Nou, dan moet je je Oude Testament erbij pakken en het boek Daniël. Want de katholieken, dat is Babylon. De katholieken, dat is waar Christus Jezus tegenin ging. Door zijn eigen lichaam te laten spijkeren. En nog even heeft hij gedacht van oei, wat al. Het deed toch meer pijn dan ik dacht. En straks wordt God nog kwaad op de mensen die mij aan het kruis hebben genageld. Kijk, dat was Christus Jezus. Van oei, misschien heb ik één streepje te ver gedaan. En daarom zei Christus Jezus, God vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Snap je hem? Het christendom is voor intellectuelen. Waarlijk. En ben je niet intellectueel, het doet er helemaal niet toe. Moleculen tot moleculen. Atomen tot atomen. Bosonen tot bosonen. Zoals Christus zei, God is degene die het leven schept. En het leven dat niet tot leven komt. Dat kan meerdere externe factoren hebben. Je kan geworpen zijn als zaad, de zaaier. Je kan geworpen zijn op de weg, op het pad, waar vogels langskomen. Oh, lekker. Dan word je opgegeten. Je kan ook geworpen worden tussen de distels. Ah. Dan heb je geen schijn van kans. Zo is het. En niet anders. En ik weet dat zeker. Ik weet dat God uit liefde zaait. Ik weet ook dat jullie, als jullie gaan zaaien, dat je dat uit liefde moet doen. Dan komt er welvaart. Dat is een hele mooie van Christus, dat hij over straat liep. Hij heeft maar 3 jaar geleefd, hè? De Christus die was fucking mat toen hij in zijn puberteit kwam. Ja, een paar geintjes geflikt als een of andere Pietje Bel. Ken je dat? Boekjes? Pietje Bel. Maar stouterik. En toen hij 30 was, oei een bok. Heeft hij 3 jaar in de rondte gewandeld.
bij, weet ik veel, meer van Nazareth, ik zeg maar wat. Ik ben geen bijbelkenner of zo, hè. Maar in die regio, wat we nu Israël noemen. 3 jaar. En toen was het afgelopen. Hij heeft ook als laatste gezegd, het is volbrucht. Ja, sorry, geen sorry dat ik Jezus zei, maar als ik dan zeg van Jezus, man, als ik het heb over Jezus, dan zeg ik, nou ja, Christus, man. Ja, dan moet je maar even flikken. Nou, hij had nog wel 30 jaar in de ronde kunnen neuken, net als Elvis Presley, en dan een overdosis methamfamine of zo, met een dikke buik, ergens in een ziekenhuis in Ontario. Doeg! Nee, meneer ging met zijn 33ste bye bye monkey. Ja, denk er even over na. Dat is geen geintje, man. Hoe je het ook wendt of keert, hoor. Je kan dan heel erg geïnteresseerd kijken naar The Lord of the Rings of zo. Ja, maar ga eens even kijken naar de Bijbel. Als ik het positief beschouw, hè, dan als ik de pijp uitga, dat zal toch wel gebeuren. Dat ik dan denk, samen met God, en weet je wat, we gaan de Bijbel verfilmen. Want het volk, het gepeupel, is totaal niet in staat tot het lezen. We moeten van die vlugschriften krijgen. Dat is een filmpje. Nou, de Bijbel, dan heb je iets van 1200 pagina's, zo'n beetje. Ongeveer 1 uur per pagina. Hoe Genesis 1, dat is ongeveer 1 pagina. Dat kost je maar 1,5 uur aan beeld. Vooral dat de aarde woest en ledig was. Wat is dat? Ik zou dan zeggen als script, hè, van de regisseur, die zie je in beeld en die drukt op een knop van oké, let's go. En het eerstvolgende dat je ziet, dat zijn Ajax supporters en die gaan Feyenoord supporters voor de bek rammen. De aarde was woest en ledig. En dan komt er licht. Inzicht. Snap je nu? De Bijbel kan alleen begrepen worden door hoog intellectuelen. Niet door dombo's. Door Ajax supporters die Feyenoord supporters voor de bek willen rammen in een weiland. Ja, mag je ook doen. Maar het is woest en ledig. En de grote klootzak is God. Ja? Want die heeft een woeste en ledige aarde geschapen. Met zijn woord ook nog een keer. Is echt tough one to crack, hoor. Dat is Engels. A tough one to crack.
christendom voor domoren. Kijk, als je slim bent, dan ga je Immanuel Kant lezen. Dan begrijp je dat. En Schopenhauer, dan begrijp je dat. Houd Babylon in de gaten. Laat je niet verleiden. Geen recreatieve seks. Ook niet met condoom. Het slaat nergens op. Niet aan tepeltjes friemelen. Maar ik vat dat maar een beetje samen hoor. Vooral voor de jongere mensen. Ja, die oudere mensen, die hebben niet zo'n goede lichaamsgeur meer. En, ja, van het dunne haar en je tanden worden geel en blauw en groen. En, je gaat er een beetje uitzien zoals dat mormel van The Lord of the Rings. Zo weet je, dat beest ook alweer. Die vissen eet. Kijk, de wil heeft alles gemaakt. Het was de wil. En die wil heeft ook jou gemaakt. En jij bent, omdat jij kan nadenken en naar mij kan luisteren, mij kan verifiëren, ben jij onderdeel van die wil. Of je bent een losse zak moleculen. En dan wie don't care. En wie, dat is een wie, dus Bob Marley zou zeggen I and I. De Hebreeën die zeggen Elohim. Oftewel God. Er is maar één wil. En jij kan idioot doen wat je maar. Dat is jouw keus. Jij wil in een roze auto met groene strepen over straat rijden. Moet je lekker zelf doen. Ik ken ook het verhaal van een vriend van mij. Boy heet hij. En die is spastisch. En die heeft nieuwe banden op zijn roldingen, zijn stoel. En hij balen. Ja, dat profiel, ik had er helemaal geen behoefte aan. Maar het moest van de overheid. Dat is christendom. Dat besef. En er komt iemand terug. God komt terug. Dit kan niet langer. Het is onmogelijk. Dit gaat helemaal mis. En daarmee goed. Begrijp je Bijbel. Het is de consensus van de mensheid in die dagen. Duizenden jaren. En van Confucius wordt verteld, en dat is denk ik waar, is dat zijn regels over het heersen der heersers. De heerser heeft heersersregels.
Confucius is niet. Die geschriften zijn niet dom. Dat is niet waar. Hij heeft 500 jaar. Was het Confucianisme in Azië. De leidraad. Leidraad. De regel. 500 jaar. En Christianity, christendom. Dat is al. Ja, sinds Babylon. Ja, voor Babylon. En Babylon is 3000 jaar voor onze jaartelling. Dus is het. Ja, dan praat ik erover. misschien wel 5000 jaar, 6000 jaar. 5.000, 6.000 jaar. Voordat het boek klaar was. En dan tot aan nu. 8.000 jaar dus. Ja, buckle up. Gaat begrijpen. De consensus der mensen. En in de 18e eeuw begon Immanuel Kant met een logische onderbouwing. En weet ik ook weer wat ik wilde zeggen over Aristoteles. Aristoteles heeft gezegd: morgen is er een zeeslag bij Carthago, of morgen is er geen zeeslag bij Carthago. Komma. Wat ik net zei is waar. Dat was de leugen van Aristoteles. Dat weten wij inmiddels. Maar dan niet dat Aristoteles daarmee een leugenaar is of zo. Die man, ja, nee, maar hij was het wel. ja, in dat grote boek. Lutse Brouwer, een Hollander, die heeft dat weerlegd. Dat kan helemaal niet. Hoezo is het waar? Want morgen is er een zeeslag bij Carthago. Of, morgen is er geen zeeslag bij Carthago. Wat is daar de waarheid van? Stel je gaat met een vrouw uit eten, om even Lutse Brouwer uit te leggen. Dit gaat over christendom voor dombo's, hè? Maar om Lutse Brouwer, de weerlegger van Aristoteles. Jij gaat met een vrouw uit eten. Nou, neem aan dat jij voor de meuk betaalt. En zij zit er als een opgeschilderd schilderij. Met een leuke jokje, rokje, jurkje aan. Zo. Oh, heel gezellig. En laten we ervan uitgaan dat ze totaal opgeschilderd is. Net als een of andere nigger op oorlogspad. En dan zeg je zo bij het soepje. Na afloop ga ik jou neuken. Of na afloop ga ik jou niet neuken. Nou, kijken of je het hoofdgerecht haalt. Leugenaar. Snappie. Taal is erg eenvoudig.
als je behoefte hebt om de waarheid te spreken. Christus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat moest. Dat moest gezegd worden. Een mens moest dat zeggen. En die mens had geen vader. Geen bio-vader. Die mens was ontvangen zonder een vlek. Die was alleen van zijn moeder. Denk er even over na. Dat is de mythe. En die mythe, die klopt. Want punt 1, jij bent alleen maar een zak moleculen. Meer niet. Brei dat aan elkaar. Het is heel moeilijk. Om het te ervaren. Hey, bedankt voor het luisteren. Dit ging over christendom voor domoren. Christianity for dummies. Laat het op je inzinken. Val in slaap. Neem een snoepje. En morgenochtend gezond uitslapen. Neem je tijd. God houdt van jou. God wil jou. God heeft alleen behoefte aan medewerkers of strijders, mietarbeiders, robots. God is naarstig op zoek naar jou. Voel die kracht en repareer. Ik kan wel janken. En jij bent heilzaam. Het verloren schaap is meer waard dan die volgelingen. Pourquoi? C'est ça. Nou. Dit is het christendom voor domoren. Christianity for dummies. En op zijn hamburgers zag ik. Tjus. En dag lieverds.